De start is gevallen. Paarden zijn onderweg en we gaan de eerste bocht opzoeken in vier sporen. En het is aan de binnenzijde paard nummer 1 Axel Cartouche. Galoppade voor Sudi Tribe en ook een galoppade voor Yalouk. En de leiding wordt inmiddels overgenomen, want Axel Cartouche springt weg door de aan de buitenzijde naar voren gekomen nummer 2 Zita Jones A. Zita Jones A, lengte voor op de tweede plaats Young Star Philly. Daarachter meldt zich aan de uitgeschakeld buitenzijde 6 en 9, beiden galop. Adelaide Boko, en achter Adelaide Boko aan de binnenzijde is ook goed daarbij paard nummer 8 zo te zien, Umberto. Achter Umberto de weergezette Axel Cartouche en aansluiting. Daarachter is er voor nog één deelnemer. En wie dat is, dat gaan we zo dadelijk even voor u proberen te lokaliseren. Ik denk Aussie Strausie met Luid de Vries. Paarden komen af op de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes te gaan. En het veld staat onder aanvoering van Zita Jones A. Tweede plaats erachter Young Star Philly, dan Adelaide Boko. Herhaling uitgeschakeld, nummer 9. Adelaide Boko volgt dan Umberto. Umberto wordt gevolgd door Axel Cartouche. En daarachter is er dan paard nummer 4 Aussie Strausie. En 2,5 verlengte daarachter. Probeert weer aan te sluiten paard nummer 7 Eibert Ling. Ook die heeft dus een niet al te florissante beginfase gekend. We zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan, waarbij Zita Jones het tempo bepaalt en ogenschijnlijk het tempo redelijk hoog houdt. Op de tweede plaats hebben we dan paard nummer 3 Young Star Philly. De derde plaats daarachter is voor Adelaide Boko. Achter Adelaide Boko, die nu van de reling gaat, wil ook Umberto naar voren komen. Maar Adelaide Boko wordt juist nog vooraf gegaan door paard nummer 3 Young Star Philly. We komen in de rechte lijn, straks nog een ronde te gaan. En het is daar dat die Young Star Philly de koploper serieus onder druk zet. Maar de koploper reageert goed proppen uit de oren. En daar reageert Zita Jones aan op en die houdt dus een halve lengte voor. Adelaide Boko wordt mooi uit de wind gehouden. En aan de binnenzijde loopt ook geen meter te veel. Axel Cartouche, een paard dat toch een fout had in de beginfase. Ook de korte baner Umberto gaat nog prima mee in dit geweld. En Ruud Pols en die nummer 7, Eibert Ling, gaan zich opmaken voor een hele mooie slotronde. Dat is wat we van ze weten. Dat kunnen ze. Maar kunnen ze het ook nadat ze er zo ver achter hebben gelegen? We gaan op weg naar de laatste bocht. Eibert Ling in het buitenste spoor komt naar voren. Maar we zien wat paarden daar in de verdrukking. Galoppade bijvoorbeeld ook voor het paard van Luitenvries. En dat is Aussie Strausie. We gaan af op de laatste rechte lijn. En kan dan die Josette Pols stand houden tegen die Eibert Ling? Eibert Ling die met elke stap dichterbij komt. Maar de binnenzijde is er nog voor Young Star Philly. En de laatste rechte lijn van Alkmaar is niet zo lang. Maar het is een echte diesel die Eibert Ling aan de buitenkant. Wat een paardje. Eibert Ling erop en erover. Het is de 7e, 3e, 5e, 1e. En dat is voorlopig. We mogen gaan huldigen, dames en heren, onze laatste winnaars Eibert Ling en Ruud Pols. Het was een imponerende overwinning van deze zoon van Koos van Kamstra uit Joanna Square. Maar het is gefokt door de heer Van der Lingen. Getraind door de mensen aan het hoofd in samenwerking met Jan en ik. Ja, Ruud, ook de eigenaar geloofde er niet meer in, behalve jij? Nou, ik geloof er nog wel in. Ja, deze geeft nooit op. Des te langer die loopt, des te lekkerder gaat hij zijn gevoel en het tempo lag vrij hoog. Ja, dan komt er een gat te vallen, maar hij stopt eigenlijk nooit. Maar heb je nou nooit eens, als je zo'n paardje hebt die dit schijnbaar kan op Alkmaar, dat je denkt van goh, wat jammer dat hij niet een beetje kan vertrekken? Nou ja, als je het weet dat hij zo'n laatste ronde zo sterk af kan komen, dan hoef je daar onderweg niet zo erg veel zorgen te maken. Dat is ook waar, Ruud. Tenslotte, Prinamerik, lekker thuis gekeken? Lekker thuis gekeken op het bankje met Marijk. Verdiende winnaar? Vind ik wel. Ik vond het team ook imponerend hoor. Heel sterk, dankjewel Ruud. Ruud gaat voorrijden, dames en heren. Het paardje wordt wat onrustig, Eibert Ling. Maar wat een paardje hier op Alkmaar, dat zien we graag. 4 overwinningen uit de laatste 5 starts. Bloemen voor het publiek, dames en heren. Ruud Pols, de laatste winnaar met Eibert Ling. En dit waren mijnerzijds voorlopig even de laatste mededelingen. U krijgt van...